Dus ik heb eigenlijk dat stuk gekozen omdat ik 10 jaar geleden zat op een Boerenfest en ik kwam in contact met de componist Bart ook, dat iemand mij een cd had geleend. Deze gezicht is natuurlijk moeilijke muziek en vraag af, wat is de... kunt je daar naar luisteren als, als achtergrondmuziek? Eigenlijk niet, je moet er echt aandachtig naar luisteren. Maar door meer dat je er naar luistert, hoe meer dat meer interessant het wordt. Dat heb ik ook nog hetzelfde gevoel dat ik ook bij vast. Omdat het ook een componist is dat je ook moet leren appreciëren. Het kan zijn dat je het van deze keer ook in doorbrengt. En wat het ook gemeen is met Bart ook, is dat hij ook een passie heeft voor de lokale volksmuziek. En Bask is eigenlijk ook een, ook zeer sterk geïnspireerd door die volksmuziek. Dat is dan de Leidse volksmuziek. Dus even over de componist. Hij is geboren in 1946 in het stadje IJsselkoeken in Letland. Hij was de zoon van, van een baptist pastoor. Ik heb ook ergens gelezen dat de baptisten vervolgd thank you.
verschillende talen die we hier al gehoord hebben. Wichita Vortex Sutra is een gedicht van Ellen Ginsberg. Een gedicht geschreven in 1966. Het is een oproep tot vrede. Het is een bijzonder gedicht, maar het blijft eigenlijk heel actueel. En in 1988, bij een toevallige ontmoeting, hadden Ellen Ginsberg en Philip Glass beslist om samen een aantal gedichten daar muziek bij te maken. Heel veel informatie wilt. Je kan ook naar de website www.speelhethart.be gaan en je kan naar mij zoeken en je kan ook kijken naar de filmpjes van daarna. Je kan ook stemming uitbrengen op twee spelers, dus dat kan je altijd doen.